Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Dit is de vlog met de dagwedstrijd, de eerste wedstrijd van het seizoen van de Karper Commissie Almere. Start of the season heet hij. Het is een dagwedstrijd en ja, mag je op jezelf een gekozen plek zitten. Met voorvoer als je dat wil, bla bla bla. Maar ja, het is nu 25 maart. En ja, we zitten nu al 2 uurtjes te vissen. En het is nu afwachten of hij nog gaat. Anders gaan we weer even de rigs verplaatsen. Ik heb hier een weekje voorgevoerd. Om de dag ongeveer een kilootje verspreid op boilies. Over 50 meter vaart. En ja, het is nu afwachten wat het gaat doen. We gaan nu lekker een bakje koffie doen. Het is nu 9 uur 's ochtends. En ja, we gaan het meemaken. Zodra we het hebben, gaan jullie het zeker meemaken. Gaan jullie het zeker zien. En we hopen op sowieso 1 of 2 visies. En dat hoop ik wel. Het ziet er goed uit. Het zonnetje begint al een beetje door te komen. Dus de omstandigheden zijn in mijn optiek wel aanwezig voor een visie. Hopelijk tot zo. Nou, daar is hij. De eerste vis van de wedstrijd. Voor Jesse. De Stif Hinstrich. Wit gezookt in de goop op Uppie. Dat deed de truc. Ja, je ziet nog echt dat ze stil liggen, die vissen. Helemaal onder de bloedzuigers. Onder de wormpjes, dikke slijmlaag erop. Mooie visie. En we gaan hem zo even op de foto zetten nog. En dan mag je weer zwemmen en hopelijk volgen er nog meer. De tweede van de dag. Eindelijk weer een verlossende run. Jesse is goed bezig. Telkens dezelfde hengel. Telkens op de goer gezookte pop-up. Maar ja, echt super dit. Het loopt, de stek loopt gewoon zoals ik graag zou willen. En tweede mooie visje. Prachtvis. Hij gaat op de foto en dan mag hij weer lekker zwemmen. Nou, ik besef me ineens dat ik nog helemaal de video niet afgesloten heb. We zijn eerste geworden deze wedstrijd. Dus we hebben netjes gegaan. 2 vissen. Nummer 2 had 1 vis. Dus de eerste plaats. 10 punten in de pocket voor de algemeen eindklassering van het karperklassement. Karpervisser van het jaar. Jesse had 2 vissen. Nou, dat doet Jesse goed. Voor ons team doet hij de goede zaken. 10 punten dus. Voor de rest was er natuurlijk een... uiteraard weer een bingo, want elke wedstrijd is bijna een bingo, want daar houdt de organisator Jos van om een bingo te organiseren. En daarvoor won ik ook nog een leuke pouch.
Dus, al met al een geslaagd dagje. En op naar de volgende wedstrijd, de vrije slag. Bedankt voor het kijken weer. En ja, tot de volgende vlog maar weer. Abonneer als je meer van dit filmpje wil zien. Nou, ciao!